En vandaag trap ik deze week af met Mirjam Bikker, lijsttrekker van de ChristenUnie, die 2 kabinetten meeregeerde en nu in de laatste Ipsos-peiling met haar partij op 4 zetels staat, komende van 5. Welkom, fijn dat u er bent. Goedemorgen, dank u wel. Ik ga zo meteen natuurlijk zeker praten ook over de partijprogramma's die belangrijk zijn voor de ChristenUnie. Maar voordat we dan gaan doen, wil ik 2 dingen weten. En het eerste is, zat u ook aan de buis gekluisterd gisteren bij het RTL-verkiezingsdebat? Nou, eerlijk gezegd niet de hele tijd. Het was zondag. En op zondag bij de ChristenUnie genieten we daar lekker voluit van, ja, dat het rustdag is. Dat had ik kunnen zien aankomen, ja. Ja, het was ook echt heel fijn. Maar natuurlijk, ik ben ook een nieuwsgierig mens, dus ik heb wel even gekeken. Wat is dan uw afdronk? Dat het ook nog wel echt... Ik heb wel heel veel zin om door te praten met een aantal collega's. Van, je hebt mooie plannen, maar hoe ga je ze betalen? Waar vandaan? En ook wel, hoe gaan we echt ook samen die verandering inzetten? En bijvoorbeeld of het nou gaat over dat we beter voor elkaar gaan zorgen in dit land, of dat je de rekening kan betalen, of hoe een ondernemer ook in een tijd van transitie, juist ook met alles wat nodig is qua klimaat, hoe een ondernemer daar doorheen kan komen. Dat vraagt echt nog wat. En dan is zo'n debat, ja, voor een gedeelte roept het ook weer nieuwe vragen op. Dat hoort er ook weer bij, hè? Ja. Ja. We hebben natuurlijk ook het laatste nieuws van het Sociaal Cultureel Planbureau. Die zeggen, eigenlijk alle partijen doen allemaal beloftes. En ik hoor dat u nu ook zeggen, naar aanleiding van wat u gisteren heeft gezien. Er wordt met van alles gestrooid, maar dat kan natuurlijk gewoon niet. Nee, en daarom, kijk, wij laten ons programma doorrekenen. Wij doen bijvoorbeeld best grote dingen met het belastingstelsel, maar wij willen heel zeker weten dat het klopt wat we doen. En ook, wie gaan er dan op vooruit? En als er eventueel mensen op achteruit gaan, hoeveel en waar is dat dan? Dus ik vind die doorrekening heel belangrijk, omdat je dan laat zien hoe je het betaalt en waar je het vandaan haalt. Want gratis bier, dat kan je wel opschrijven, maar de rekening moet een keer betaald. Ja, overigens zijn er ook wel weer trucjes om dat gratis bier ook toe te voegen in allerlei berekeningen. Hè? Want men is best wel kritisch over die berekeningen ook. Natuurlijk zijn doorrekeningen ook niet zaligmakend. Dat bij de ChristenUnie hebben we daar sowieso wel andere ideeën over. Maar het geeft wel een beeld of je het überhaupt kan betalen en waar vandaan. En ook voor mij geldt, neem bijvoorbeeld preventie in de zorg. Bij een doorrekening kost dat alleen maar geld. Ik weet ook heel goed dat gezondheidswinst op heel veel punten heel veel oplevert. En dat moet ook beter in beeld. Dus het is voor mij niet heilig. Maar ergens laten zien, waar hou je het vandaan? En wat zijn de gevolgen van de beslissingen die je neemt? Dat je daar wel rekenschap van aflegt, dat vind ik belangrijk. Dus de ChristenUnie doet daarom altijd mee aan de doorrekeningen. Ja. Zowel ook bij het PBL bijvoorbeeld, ook op klimaat en op effecten in alle opzichten. Ja. Dat dus over het verkiezingsdebat. Wat ik nog een opvallend punt vond, is dat je toch zag dat Timmermans ging bewegen richting de boeren. Zegt van, ik wil toch met die jonge boeren, heb ik gesproken, en ik wil een handreiking doen. Mm-hmm. En ik wil er samen uitkomen. U heeft met uw partij natuurlijk in het afgelopen kabinet, of dat loopt natuurlijk nu nog door demissionair, de landbouwminister Piet Adema geleverd. Herkent u dat? Dat het bijna niet mogelijk is om je hard op te stellen naar de boeren, maar dat je echt water bij de wijn moet doen? Nou, het gaat mij er veel meer om, zullen we eindelijk eens aan de slag gaan met die stikstof aanpakken, die stikstofuitstoot? En als we alleen maar in Den Haag aan het discussiëren zijn over een jaartal en vanuit de Haagse tekentafel dingen neerleggen, dan komt er weinig van de grond. Dus ik ben heel blij dat PvdA GroenLinks dat nu ook zeggen van, hé, dat hebben wij nu, dat zien wij nu ook. Ik heb al wat langs gezegd, ik ben niet getrouwd met een jaartal. 2030 was voor mij al niet een jaartal waar ik op vastgepind zat. Het gaat mij er vooral om dat we de boeren ook toekomst geven. En ja, dat vraagt ook keuzes in de sector. En niet alles kan doorgaan zoals het was, maar de meeste boeren weten dat heel goed. En ik wil eigenlijk altijd naast die jonge boeren staan die ook die verandering willen. Dus ik ben blij dat ik daar de deur een beetje open zag gaan. Ja, en tegelijkertijd heeft uw landbouwminister ook niet tot voor een akkoord gezorgd. En hij is daar heel teleurgesteld over, ook hoe dat is gelopen. Dat heeft hij een aantal keer bekeken. Dit is misschien ook even het moment om terug te blikken. Hoe blikt u daarop terug? Nou, wat ik ben nu 2 jaar Kamerlid en ik weet nog heel goed dat de trekkers begonnen te rijden en dat er een ontzettende verharding plaatsvond. Ook wel door de tekentafel die minister Van der Wal, die heeft een kaart neergelegd die op heel veel weerstand stuitte, ook bij mensen die van goede wil zijn. Maar uiteindelijk is het gelukt om al die partijen weer aan tafel te krijgen. Ook de boeren, ook jonge boeren, ook supermarktketens. Dus heel veel anderen die ook betrokken zijn. Het is niet gelukt om tot
tot een landbouwakkoord te komen. Maar het is wel gelukt, en dat is eigenlijk ook wel, nou, dat zie je dan ook gisteren, dat de focus weer veel meer is gekomen. Maar hoe kunnen we nou een toekomstperspectief bieden aan de landbouw, in plaats van alleen maar er moet op papier op stikstof iets opgelost. Mm-hmm. Ja, dat stikstofprobleem moet opgelost, ben ik echt van harte mee eens. Maar daarin moeten we en kijken van hoe doen we dat met de landbouwsector, maar ook met andere sectoren. Ja. En in die zin vind ik het wel knap eigenlijk dat Piet Adema, ondanks aanvankelijk veel sepsis, eigenlijk met die jonge boeren tot een heel eind is gekomen. En ook deze afgelopen algemene beschouwingen voor elkaar heeft geregeld dat we wel investeren in hun toekomst. Mm-hmm. Daar is 175 miljoen voor geregeld, ook structureel. Zodat we die omslag wel echt kunnen gaan maken. En ja, natuurlijk is er meer nodig, maar in die zin is niet alle tijd daarmee alleen maar weggegaan om praten. Want er zijn ook mensen wel in de houding gekomen waar we moeten iets op gaan lossen. Kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen we worden veel te veel gegijzeld door de boeren. En we moeten nu gewoon een keertje doorpakken. En uw partij heeft ook, als het gaat om een aantal belangrijke punten, straks komen we nog wel op de zorg. Maar een van de belangrijke punten is ook de natuur. Hè? Dat is ook door God gegeven. Zeker. En dat is een belangrijk punt voor jullie vanuit die visie gedacht. Dan zie je toch ook, ik heb een heel mooie reportage ook gezien bij Nieuwsuur, dat er in uw achterban best wel ook wat kritische geluiden zijn, hoe daar ook door uw partij mee wordt omgegaan. Toch een beetje dubbel beleid. Nou, eigenlijk, de ChristenUnie is in die zin een brede partij. Dus ten tijde dat de trekkers reden naar het Malieveld, had ik ChristenUnie-leden, denk ik, bij de Extinction Rebellion in de buurt op de snelweg. En leden op het Malieveld. Maar beide vanuit diezelfde bezorgdheid om de toekomst. En ergens ook wel, hoe zorgen wij goed voor een volgende generatie? En wat ik altijd heb gezegd is, ja, we moeten de natuur gaan herstellen. Want het gaat echt niet goed in Nederland. We zien hoe eikenbomen omvallen in Brabant. Mm-hmm. We zien op heel veel plekken hoe er vervuiling is. Nou, vandaag nog het bericht over wat er ook rondom oppervlaktewater aan de hand is. Dus ja, we hebben te lang op de pof geleefd. Alleen, ik ben dan niet zo van alleen maar scherp in wetten allerlei jaartallen noemen. Je zult altijd dingen samen moeten doen. En ook zorgen dat een boer een gewone boterham kan verdienen. Mm-hmm. En te lang hebben we die marges te klein gemaakt. Dus de boer werkt hard, maar de winst wordt ergens anders opgestreken. En te lang zijn we alleen maar bezig geweest met de macht van de markt. En ik denk bijvoorbeeld, als je het hierover hebt, we zullen het veel meer moeten gaan hebben over hoe betalen we de boer ook voor de diensten die hij levert om het landschap schoon te houden. Goed te houden. Ik woon in Gouda. Daar bij het landschap in Gouda is het groene hart, hè, daar heb je de knotwilgen. Mm-hmm. Wie knot die wilgen en behoudt daarmee dat landschap, wat ook goed is voor de biodiversiteit, dat is de boer. En daar mag hij ook wel eerlijk voor betaald worden. En dat is te lang niet gebeurt. En dan zegt u van, we moeten ons niet te lang ook door de markt laten leiden. En dat heeft u natuurlijk wel vaker gezegd. En tegelijkertijd zien we een stemonthouding van de ChristenUnie als het gaat over een verbod van glyfosaat. Dat heeft met de natuurherstelwet te maken. Er is echt een oproep geweest vanuit de Tweede Kamer om dat echt een keertje tegen te houden. Ook omdat er gevaar is voor de volksgezondheid. Parkinson wordt een relatie gelegd. En dat merk ik ook bij uw eigen achterban, ook het fragment bij Nieuwsuur, dat er gewoon zorgen zijn vanuit uw partij. En dat is niet anders bij ons. Wij hebben ook in de Tweede Kamer gestemd voor een verbod op dat glyfosaat. Ja. Juist ook, het is een middel met veel zorgen over de volksgezondheid op dit moment. Maar sowieso is het giftig, daarom wordt het ook gebruikt. Om dingen te beschermen. En wij hebben gezegd dat moet anders. En dan toch even heel precies. Er is geen minister geweest die het gebruik van glyfosaat zo beperkt heeft als ChristenUnie-minister Adema. Dus die gele weilanden die je nu nog kan zien soms, dat is verboden vanaf volgend jaar. En daarmee gaat het gebruik al gigantisch verminderd. Dat is belangrijk. Dan gaat het even over Europa. En hoe ga je dan de komende jaren om met glyfosaat? Mm-hmm. En er was een machtige lobby in Europa om het gewoon weer voor 10 jaar te verlengen. En voor het eerst is er nu een Nederlandse minister die zegt, ik ga daar niet mee akkoord, ik onthoud me van stemming. Dan snap ik dat er veel mensen zijn in de Kamer. Ik heb er zelf ook voor gestemd. Daartegen. De minister heeft wat mij betreft goed uitgelegd waarom hij nu zich onthoudt van stemming, ook gezien de verhoudingen in het kabinet, maar ook een onthouden van stemmen. En sorry voor de luisteraar, het is iets technisch, maar dat betekent daarmee dat er geen meerderheid is in Europa om het zomaar door te voeren. Mm-hmm. Dus men moet opnieuw het gesprek gaan voeren. We hebben het natuurlijk ook gezien met Israël en Hamas. Hè. Toen was er ook bij de VN een stemonthouding van Nederland. Ja. Daar was ook heel veel kritiek op, dus je ziet hoe moeilijk het is. Maar wat zegt u dan tegen die man die in Nieuwsuur zat, die gewoon kritisch is. Ook gewoon kritisch is
Hoe de ChristenUnie met de natuur omgaat. Wetende dat die man niet voor één verhaal staat, maar dat het breder is. Hè? Nee, maar heel eerlijk, als je ons programma kijkt en onze inzet, dan scoren wij altijd gewoon in de top van de groene partijen. En dat doen we nog steeds. Mm-hmm. Kijk ook nu naar de stemwijzers over de natuur. De ChristenUnie zit daar heel hoog in de ranking. En dat is niet voor niks, want wij zetten in op heel concreet beleid wat ook echt gevolgen heeft. Dus of het nou gaat over energiebesparing of over biodiversiteit, daar staan wij volledig voor, maar wel altijd met de realiteit zien. Want je kan alles verbieden, maar als ik alleen maar middelen verbied en een boer gebruikt vervolgens minstens zo giftig gewasbestrijdingsmiddel, dan hebben we niks gewonnen. Terwijl als we nu zeggen, we gaan het veranderen, we gaan ook meer voor die biokant, dan wil ik daar volop op investeren en ik probeer het dan ook uit te leggen. Soms ligt iets net iets genuanceerder dan een plaatje met een rood bolletje of een groen bolletje. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.